FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Cocomat. Goed gespeeld, Mirani. Veerman. Is dit buitenspel? De vlag blijft omlaag, dus mag Orestanio door. Buur was bij de eerste paal. Daar geen ploeggenoot gevonden en PSV kan uitverdedigen via Joey Veerman. Simons. Veerman. Simons, de tackle is uiteindelijk goed genoeg van plat. Leuke wedstrijd in de openingsfase. Prima ingreep, Brian Plat. Veerman. Daar gaat Bakayoko, de inschattingsfout van Merkin. Hoekschop PSV. Natuurlijk is hij er ook. Een van de mooiste thuiswedstrijden van het seizoen voor Volendam. Plat is de bewaker van de Jong. PSV neemt de hoekschop zo. Teruggelegd en de poging van Xavi Simons. Teruggelegd door Guti. Een hele aardige variant. En zoveel scheelt het niet. Orestanio. Nee, Twicht is het. Merkin. Veerman ineens kan. Daar heeft hij natuurlijk wel de trap voor, Henk Veerman. Krijgt hem iets te veel op de buitenkant van zijn rechtervreef. Als Volendam wel snel omschakelt. De voorzet van Merkin is prima. Deze. Bakayoko. Verdedigen gaat Merkin toch een stuk minder af. Wordt nog alles voorbij gedribbeld. Luc de Jong, de hoek werd wel erg lastig. De verschillen niet al te groot. Luc de Jong geblesseerd aan het hoofd. Dus legt de scheidsrechter de wedstrijd even stil. Daar de uitgestoken hand. Ongelukkig van Merkin in het gezicht bij de Jong. Die hier nog even voelt of al zijn tanden nog in zijn mond zitten. Van Aanholt in de problemen hier. Opgejaagd door Orestanio. Veerman. Hoogstandje. Is misschien wat overbodig. En was simpel spelen hier niet handiger geweest. Goede paas van Veerman. Til met de kans. En dan wordt het 1-0 via Luc de Jong. Daar waar Volendam op weg leek naar een mogelijkheid slaat PSV toe in de omschakeling. En natuurlijk staat Volendammer Joey Veerman aan de basis. Schitterende paas van Veerman. Til niet buitenspel. De paas perfect in de loop bij Til, die niet zelfzuchtig is. De Jong achter de bal en 0-1. Zo sla je toe. Als de ruimte er ligt en je een speler in de ploeg heeft die dat ook ziet. Brentwaite niet voor het eerst in de problemen. Eiting voor Volendam. Henk Veerman komt vrij. Twicht. Blessure bij Orestanio, maar dan mag de wedstrijd niet op. Veerman. En die bal is voor Benitez. Scheidsrechter zegt heel even wachten. En komt met een gele kaart. Geel voor Brentwaite. Na die overtreding op Orestanio. Brentwaite kan die kaart wel hebben. Twee spelers van PSV in de basis die op scherp staan. Guti en Til. Hier is Til. Til. En een mooie goal zeg. Schitterende goal van Guus Til. Zo is PSV ontzettend effectief. Twee serieuze kansen. Twee goals. Paas van Veerman.
Bakayoko, afgetroefd eigenlijk door Merkin, maar de bal valt voor Til. En die schiet hem heerlijk raak. Van Michem, Merkin, Orestanio. Bal, zo, zeker een knappe bal. Nou, Volendam, Van Michem. Dan krijg je hier toch alle gelegenheid om iets terug te doen. Maar belabberd geschoten door de topscorer van Volendam, Darryl van Michem. Orestanio. Langs Veerman, langs Ramaljo, Orestanio. En dan komt er geen penalty. Zo oordeelt de scheidsrechter. Als Orestanio uiteindelijk naar de grond gaat, wordt er volgens mij ook geen overtreding gemaakt. Geweldig fraaie dribbel van Orestanio. Versneld, heeft de bal hier aan het touwtje. Laat zich niet wegzetten door Veerman en wordt niet aangetikt. Bakayoko, Til met het overstapje. Die begrijpen wel wat ze van elkaar willen. En dat is uiteindelijk daar ook wel het geval bij Merkin en Stankovic. Maar bijna gaat het nog mis. Uiteindelijk komt voetballend Volendam eruit. Maar dat had ook anders kunnen gaan. Plat. Buur. En Eiting klaarleggen. Veerman. Dat is een kans. Merkin. Maar daar had Volendam toe moeten slaan. Als Eiting helemaal vrijkomt in het strafschopgebied van PSV. Het publiek in Volendam gelooft erin. Daar komt Mbuyamba. Doelpunt. 1-2. Zeer overtuigende kopbal van Xavier Mbuyamba. Ook plat komt daar. Maar het is Mbuyamba die raakknipt. Met een ploeggenoot ook nog in zijn rug. Dat is Orestanio. Hoe dan ook. Het staat 1-2. Hoekschop, Veerman. Daar, Til. Weer een doelpunt voor Guus Til. Het verschil is weer 2 in het voordeel van PSV. Wordt door Guti behoorlijk vrij. Missen van Merkin voor het doel gekopt. En daar is Til. Die zijn tweede doelpunt van de middag maakt. Van Michem. Knap die bal aangenomen. Eiting, Orestanio. Uiteindelijk gehinderd en verdedigd door Teese. En dat was voldoende. Om verder gevaar te voorkomen. Goeie paas dit van Eiting. Veerman goed verlengd. Orestanio. Nog altijd Orestanio. Goed gedaan. Nu dan. Goal van Michem. 2-3. Wat een wedstrijd wordt dit. Volendam leeft weer. Via zijn topscorer. Darryl van Michem. Daar zit veel gevoel in. Net als in deze actie van Orestanio, die wel een beetje geluk heeft bij Branthwaite. En vervolgens Van Amel door de benen speelt. Van Michem zorgt voor 2-3. Oeh, Mirani in de fout. En dan kan PSV gaan toeslaan. Til, El Ghazi, Veerman komt vrij. Veerman! Uitgerekend Joey Veerman. Had hier misschien wel voor de beslissing kunnen zorgen. Enorme kans. Joey bedankt, zingen de supporters van Volendam. Eiting. Goed balletje. En redding Benitez. Buur nog. Daar was bijna de 3-3. Serieus grote kans. Voor Orestanio op aangeven van Eiting. Blad. Mirani. Antonucci. Goed.
Antonucci combineert het met Van Miegem. Orestanio ligt klaar, volgende kans. Tjonge, jongen, wat een mogelijkheden krijgt Volendam om op gelijke hoogte te komen. Twicht had het hier kunnen doen. PSV wint aan de dijk, maar wat ging het moeizaam uiteindelijk in de tweede helft. Spectaculaire tweede helft. Waarin Volendam alles gaf en er heel knap een wedstrijd van maakte. Het kwam met 2-0 achter, het stond met 3-1 achter. Maar Volendam bleef knokken. Het heeft uiteindelijk helemaal niets. En PSV pakt 3 ontzettend belangrijke punten in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Hoofdrol voor Guus Til vandaag. Met 2 doelpunten en een assist.